Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, nieuwe districtscommissarissen binnenkort aan de slag. Communicatiedienst Suriname spreekt minister Saskia Walden. Leiding regionaal ziekenhuis Wanica belicht protocollen. En zelfs ongelijke strijd tegen COVID-19 is te overwinnen. De nieuwe districtscommissarissen gaan binnenkort aan de slag in het elk aan hen toegewezen district. De 18 hoofdbestuursambtenaren werden op vrijdag 14 augustus door president Chandrika Persat Santokhi beëdigd. Op dinsdag 25 augustus had minister Gracia Emanuel van regionale ontwikkeling en sport de eer de DC's in hun nieuwe functie te installeren. Het ligt in de bedoeling dat zij een dag later aantreden op hun standplaats nadat de protocollen van overdracht zijn getekend. Waar genoegen om u allen te verwelkomen bij deze plechtigheid. Ik wil u allen vanuit deze plek van harte feliciteren met uw benoeming en installatie als districtscommissaris. Bij deze felicitatie betrek ik ook uw gezinnen die fungeren als uw steun en toeverlaat. Suriname is u zeer erkentelijk dat u uw dierbare afstaan om een publieke functie uit te oefenen en om de samenleving te dienen. U wordt vandaag geïnstalleerd als de eerste burger in uw district. U bent vanaf dit moment en voor de rest van uw leven districtcommissaris voor het hele land. Dit brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee en betekent dat u zich conform de geldende bepalingen van de districtsverordeningen zeer correct moet opstellen en dat u te alle tijden een voorbeeld moet zijn van uw medeburgers in het district. U zult innovatief en daadkrachtig uw werkzaamheden moeten verrichten. Zoals het u bekend is, verkeert het land momenteel in een diepe financiële crisis. Tegelijkertijd wil ik ook aangeven dat de situatie niet uitzichtloos is. U heeft als directe werkarm van de regering in de districten genoeg handvaten ter beschikking om met de nodige creativiteit en inventiviteit toch een bijdrage te kunnen leveren aan het beteugelen van de huidige economische malaise waarmee het land wordt geconfronteerd. In het kader van de decentralisatiegedachten zullen wij samen met u met inachtneming van de wettelijke regelingen naar de modaliteiten uitkijken hoe de inkomsten in de districten kunnen worden verhoogd, zodat u ook in staat bent om op districtsniveau noodzakelijk uitgaven te kunnen doen zonder interventie van de centrale overheid. Verder wil ik bij deze aangeven dat u als districtscommissaris kunt nagaan wat de potentie is binnen uw district of resort om zo uitputtend mogelijk het maximale eruit te halen. Hiermee kunt u dan u verder tot
ontwikkeling brengen. Elk weg naar eindbestemming is moeilijk. Het gaat hobbelig zijn, je gaat drempels zien, je gaat van alles ondervinden, dorens. Maar het is de kracht, het doorzettingsvermogen die je hebt in je, om samen met het volk van Nikeri, in het bijzonder natuurlijk, om de eindbestemming te bereiken. En natuurlijk is het echt wel samenwerken met elk een, met alle actoren, alle mensen. En het komt zeker goed. Welke zijn de beleidsgebieden die misschien op korte termijn extra prioriteit zal genieten? Kijk, in Nikeri vooral de landbouwsector sowieso, de wegen, de zandwegen. Straks gaan de mensen een oogsten, dus je moet ook daaraan gaan werken dat de wegen begaanbaar zijn, dat de mensen die water nodig hebben, dat ook krijgen. Maar ook oppassen dat de mensen die straks gaan oogsten, die mensen ook beschermd worden. En natuurlijk de jeugd, maar ook cultuur, sociaal vlak, economisch vlak. Je weet, je hebt zelf gehoord van onze vicepresident dat we in een zeer zwakke financiële situatie zitten. En we moeten daarmee rekening houden natuurlijk. Er is een stop aan personeel. En we gaan kijken natuurlijk dat we dus met alle personeelsleden die ook dus in dienst zijn genomen. Je weet, er is geen geld, maar we gaan ze dus niet naar huis sturen. Maar we gaan ze te werk stellen. Iedereen moet gaan werken om het district vooruit te brengen. Ik kijk allereerst naar het onderwijs. En ik kijk ook naar de dorpen. Als ik zeg het onderwijs, dan omvat dat alles binnen het onderwijs gebeuren. Je hebt in het onderwijs de leerlingen die zwak begaafd zijn. Daarvoor ga ik. En je hebt ook de bejaardenzorg. Daarnaar wil ik ook kijken. Mensen met een beperking. En de dorpen die ook aangepakt moeten worden. De wegen die ook gerehabiliteerd moeten worden, geëgaliseerd moeten worden. Dorpen die nog geen leidingwater hebben, dat ze het ook krijgen. Want water is een heel belangrijk ding in het leven. Zonder water kan je niets beginnen. En je hebt er dorpen die zonder water zijn. Ze hebben geen leidingwater. Je moet baden met water. Je moet schoonmaken met water. Alles wat je moet doen, heb je water nodig. Dus ik ga ook daarvoor. Het is een grote verantwoordelijkheid die wij op ons hebben genomen. En dat wij binnen wet en regelgeving onze werkzaamheden doen. Toen ik werd aangewezen dat ik de districtscommissaris zou zijn, heb ik met de verschillende stakeholders in dat gebied vooraf gecommuniceerd. En ik heb geluisterd naar de problemen en de zaken die opgelost moeten worden. En naar aanleiding daarvan heb ik een beleidsplan opgemaakt, 2020-2025, die wij gaan uitvoeren gedurende de 5 jaren in het resort. Omdat ik zeg, als manager, als leider, is het belangrijk dat je met dat je doelgericht beleid uitvoert en dat je een visie hebt waar naar je toe wil gaan. Toch? Is het belangrijk dat je dan beleid alvast ontwikkelt waarmee je gaat werken. Belangrijke zaken die mensen naar voren hebben gebracht is natuurlijk de weg die gemaakt moet worden. Toch? Vaak hebben de mensen aangegeven, vaak hebben ze geklaagd dat de weg niet goed is. En als de weg niet goed is naar dat gebied, dan is dat gebied niet toegankelijk en ook niet bereikbaar. En krijg je dan ook geen ontwikkeling in dat gebied. En daarom, een van de zaken die gaat zorgen dat ontwikkeling komt in dat gebied, is dat de weg gemaakt kan worden of geasfalteerd kan worden. De overheid heeft onlangs de brandstofprijzen aangepast.
De aanpassing is het gevolg van het doorvoeren van een ruimere government take op de olieprijzen. Er zijn wat vragen vanuit de samenleving. Wij van de Communicatiedienst Suriname, CDS, hebben gemeend om hierover van gedachten te wisselen met de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, mevrouw Saskia Walden. Minister Walden, wij hebben in het afgelopen weekend een aanpassing gehad van de brandstofprijs. En dat vindt zijn oorzaak in dus de aanpassing van die government take. Kunt u ons uitleggen, want er zijn een heleboel vragen die de samenleving bezighoudt. Kunt u ons uitleggen wat de bedoeling eigenlijk is geweest om die government take te verruimen? Oké, dank u wel. De bedoeling om de government take te verruimen is als een korte of een voorlopige maatregel dat in een pakket van maatregelen betreft voor het verhogen van de staatsinkomsten om zo aan de staatsverplichtingen te kunnen voldoen. En dan zijn het de verplichtingen, met name het betalen van de AOV, met name het betalen van de kosten van de ziekenhuizen, het betalen van de pensioenen, het betalen van kinderbijslag, het betalen van de salarissen. En daarvoor is er circa 600 miljoen nodig op maandbasis. En de kosten voor die de staat moet betalen ten opzichte van de inkomsten die de staat genereert, daar is er een tekort van ongeveer 250 miljoen. En dus daar wordt gekeken naar een pakket van maatregelen waarvan de government take een van de maatregelen is de aanpassing dat op korte termijn wordt toegepast voor een bepaalde periode. Een andere vraag die speelt, minister, en kan de Oemus Takasandisi ook toe instellen aan tongen, met volk verstaan. De vrees bestaat dat de prijzen met de aanpassing van de government take ook omhoog gaan. Dus dit is maar een vredeptje zo voor bij morgen naar winkel. Zal minister een takje tapator disi? Ik begrijp dat dat is maar een vrede dat de prijs ook morgen misdreven liep in Sranang. Dus of een prijs komt morgen in een winkel, al komt morgen geen mee op toe. Tegelijkertijd om voor economische zaken om sap zijn de marges om een voor a olieprijs op invloed op de winkelprijs. En dat maakt de controle die belangrijk. He? Dus ook toen het begin, aangepaste government take. Want ons land op om een paar maanden, land op om een verplichting, land moet bij de atoso, land moet zorgen dat de atoso maar op de moet staan draaien, land moet bij de bigisma, de AOV, moet bij de pensioen. Moest bij de salaris en zo om mijn kosten. Tegelijkertijd zie je dat ammonie salant die afvanodu no doro. Dus a government take nou een deel voor sang land afvanodu voor man doe alle de sang zodat so one stabiliteit de in akonde. Want toen wang gwa atoso da ushi atapu. Ik gwa eerste hulp ushi atapu. Dus dat na voor gobaka na eerste vraag. A tweede natuurlijk, ons sap dat brandstofprijs op invloed op de prijs, voor de winkel. En uluku sana a verhoging, sana a deel voor a prijs naar winkel, sa a olieprijs op invloed. En dan wil luku dat asane ko ongeveer 2 tot maximaal 5% voor de product op kosten ving na brandstofkosten. Dus if a brandstof verhoogt naar 1%. Dat betekent dat de winkelprijs normaal verhoogt naar 100%, if na zo'n 2% na zo'n brandstof. Dat maakt ook toen, meneer Sarijan, op een telefoonnummer, dat we op extra controle doen. Want normaal is zo dat ze maar om ik misbruik voor aangepaste government take, voor tak van oké, dat nou moet je deze. Zo voor morgen dieren voor mij qua extra janta pa volk. No, no, dat u no staat toe. Dus if me mag, me gea a verkorte lijn. En dat maakt me voor mijn neuskapje ook toe. Zodat ook de desma sa
kan dit verstaan zoals misschien met een gehoorbeperking, dat ook te denken aan aba informatie. Hè? U hebt een verkorte lijn, zij kan bellen, zijn naar economische controledienst, zij kan checken naar de winkel, dat na 1940. Dus gewoon weer bel 1940. En dan app wat nummer ook toe, pik een app. App sana winkri. App aan de van winkri. Kan me kwam foto's ref van product. Dat app nummer na 8530915. 8530915. Want uno accepteert dat winkelier op persdinsma moro san ade. No, dat uno tolereert. Hoewel de strijd tegen COVID-19 een ongelijke lijkt te zijn, kunnen wij als samenleving erin slagen wanneer wij de ernst van dit virus onder ogen zien. Het is al lang geen ver van ons bedshow meer, maar een realiteit die ons elke keer weer met de neus op de feiten drukt. Er gaat geen dag voorbij waarbij wij geconfronteerd raken met het nieuws van een dierbare of bekende die aan de gevolgen van dit besmettelijke virus is overleden. Delen van de samenleving zijn of in diepe rouw gedompeld of vrezen voor het verlies van een bekende of leveren zelf strijd tegen COVID-19. Desondanks zijn er anderen die de aanwezigheid van het virus sterk in twijfel trekken en samensweringstheorieën erop nahouden. Dit maakt het nog moeilijker om het virus doelmatig aan te pakken. Het komt namelijk erop neer om een verandering in denken teweeg te brengen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de gezondheid van de samenleving niet in gevaar komt. De regering blijft zich voor dit alles inzetten, maar verwacht ook dat u als samenleving een mindshift maakt door de realiteit van COVID-19 onder ogen te zien. Denk daarbij vooral aan uzelf. Vraag u zich af of uw eigen gezondheid u waard is. Laat u zich misleiden, nog afleiden door sterke verhalen over het ontstaan van het virus. Het is er eenmaal en samen moeten wij het overwinnen. In de strijd tegen het COVID-19-virus speelt het regionaal streekziekenhuis Wanica momenteel een belangrijke rol. Het hospitaal heeft echter ook te maken met de nodige uitdagingen om de aanpak in goede banen te leiden. Hiervoor zijn er protocollen welke gevolgd worden en die voornamelijk bij het grote publiek bekendgemaakt moeten zijn. In dit kader sprak de communicatiedienst Suriname met algemeen directeur Jason van Genderen en zorgdirecteur Fausha Poussa. Procedure voor patiënten, COVID-positief geteste patiënten, is als volgt. Wanneer ze positief getest worden, dan komt de infectioloog in beeld. Die beslist op basis van een aantal metingen en vragen stellen waar de patiënt naartoe moet, waar de patiënt zich moet aanmelden. Bijvoorbeeld, de patiënt moet zich aanmelden bij het Wanica ziekenhuis, bij de tent, de isolatietent of op de afdeling van het Wanica ziekenhuis. De beslissing voor waar iemand naartoe gaat, wordt genomen op basis van een aantal criteria, waaronder het bestaan van onderliggende ziektes, de leeftijd, de klachten die de persoon op dat moment heeft en de metingen die gedaan worden bij zo iemand. Afhankelijk van wat er gevonden wordt in dat geheel aan criteria, wordt er dus besloten van oké, dit is iemand die risico's heeft, die sneller kan verslechteren, dus deze willen we liever direct in het ziekenhuis hebben. Of dit is iemand die geen risico's heeft, iemand die geen tot milde klachten heeft en die eigenlijk alleen isolatie behoeft, die moet zich dan aanmelden bij de tent van het Wanica ziekenhuis of bijvoorbeeld KKF, waar ook mensen geïsoleerd worden, of residence in. Dus het is afhankelijk van een aantal criteria, waaronder leeftijd, risicofactoren, de klachtenpatroon van de persoon,
waar de persoon naartoe wordt gestuurd. Bij ons hier in het Wanica ziekenhuis, bij aankomst bij de isolatietent, zijn er artsen en verpleegkundigen die weer de metingen doen bij mensen. De bloeddruk wordt gemeten, polslagen worden gemeten, zuurstofgehalte, hoeveel keren ademt die persoon, hoe ziet die persoon eruit, wat voor klachten heeft die persoon. En als die persoon stabiel is, alle metingen zijn goed, er zijn bijna geen klachten, dan is de persoon ready om dus verder in de tent geïsoleerd te worden. Wordt er bij die metingen afwijkingen gevonden, iemand heeft bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk, de zuurstofgehalte is te laag, dan wordt daarop ingespeeld. De infectioloog, de specialist wordt weer gecontact en er wordt weer met de infectioloog samen afgesproken hoe gaan we deze patiënt verder opvangen. Er wordt dan eventueel contact gemaakt met het ziekenhuis en die persoon wordt dan opgenomen in het ziekenhuis omdat die persoon bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk heeft of een lage zuurstofgehalte heeft en zuurstof moet krijgen. Of er zijn andere dingen, die persoon is suikerpatiënt en die suikerwaarden zijn misschien te hoog. Dus afhankelijk van de metingen kan ook bij aanmelden bij de tent besloten worden van nee, u moet toch niet naar de tent, u moet toch opgenomen worden in het ziekenhuis. En bij opname in het ziekenhuis heb je daar ook artsen en internisten die de patiënten blijven monitoren, blijven metingen doen, bloed prikken, labwaardes bepalen en de patiënt verder behandelen in het ziekenhuis, totdat de patiënt weer ready is om naar huis te gaan. Directeur, onlangs is er een video verschenen op social media. Vanuit de isolatietent hier op het terrein van Wanica ziekenhuis, opgenomen door patiënten. Kunt u wat verduidelijking aangeven wat er precies aan de gang is geweest, wat er precies zich heeft plaatsgevonden? Om u even een kort verhaal te geven wat zich precies heeft plaatsgespeeld. Het ging dus om een patiënt die al onderliggende klachten had, niet COVID gerelateerd. En de patiënt was al onder behandeling of was al gezien door de arts en de verpleegkundige en had al medicatie gehad. Maar op dat moment waren er ook nog twee andere patiënten met midden onderliggende klachten waarmee de verpleging bezig was om ze dus over te plaatsen naar het ziekenhuis toe. Dus aan de patiënt in de video was toen al medicatie toegediend en gevraagd nog even te wachten. We gaan deze twee patiënten nog snel behandelen en overzetten in het ziekenhuis en dan gaan we naar u. Maar op een onbewaakt moment heeft de patiënt dus een pijn aanval gehad en dat is gefilmd. Daarnaast dus, toen is er gelijk alarm geslagen door de patiënten natuurlijk. De verpleging is naar binnen gekomen en heeft die vrouw de nodige behandeling gegeven en is toen ook opgenomen in het ziekenhuis. Intussen maakt de patiënt het ook veel beter. En dit was Focus. Weet dit. COVID-19 kondigt zich niet aan. U bent besmet of niet. Om zeker van uw zaak te zijn, is het altijd goed zich te laten testen. Dit kan op de verschillende testlocaties, zoals het BOG, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Regionaal Ziekenhuis Wanica, de RGD Centra en Trop Kliniek. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.